Aan het plan doen verschillende industriële bedrijven uit Zeeland, Brabant en Vlaanderen mee, waarvan 6 uit onze provincie. In totaal zijn er 8 verschillende projecten. Bijvoorbeeld CO2 niet meer door de schoorsteen de lucht in laten gaan, maar via een pijpleiding naar een leeggasveld in de bodem van de zee. Zo kun je het opslaan en kan de aarde er niet meer door opwarmen. Een ander project is het CO2 mengen met waterstof. Dat is een lichter gas. Door het te mengen kan het gebruikt worden als nieuwe grondstof voor bedrijven als Dow om er producten mee te maken. Een ander project is meer hoogspanningsverbindingen aanleggen naar grote industriële bedrijven. Zo hoeven ze zelf geen energie meer op te wekken en ook dat scheelt weer CO2-uitstoot. Of al deze projecten ook gerealiseerd gaan worden, de tijd zal het leren. Zegt Daniel Goedhuis, die de projecten gaat leiden. 700 miljoen euro zijn de geschatte kosten en de vraag is of het daarbij blijft. Nou, of de projecten inderdaad economisch rendabel zijn. Want dat is natuurlijk wel de realiteit waar de industrie in leeft. Die hebben concurrentie wereldwijd en moeten natuurlijk wel kunnen voort blijven bestaan en dus winst blijven maken. Maar ze beseffen zich ook van ja, als dit project wat we nu in vizier hebben niet gaat lukken, dan moeten we toch een alternatief gaan verzinnen. Economieverslaggever Heiko Strietman op het Binnenhof in Den Haag. Ja, Heiko, dat klinkt wel heel erg ambitieus. Dat is ook zo. Toch denken die bedrijven dat die 8 projecten echt kans van slagen hebben, hoor. En dat is ook de reden, moet natuurlijk nog verder onderzocht worden, maar dat is wel de reden waarom ze vandaag hier dat rapport in Den Haag hebben gepresenteerd. Ja, ze zijn natuurlijk niet dan zomaar in Den Haag, denk ik. Daar willen ze geld van zien. Klopt, 700 miljoen euro. Dat zijn de geschatte kosten tot nu toe. Dat kan nog verder oplopen. En bedenk even dat daarbij nog niet eens de kosten zijn meegenomen van de bedrijven zelf. Die investeringen moeten doen binnen hun eigen bedrijven om aanpassingen te doen. Om zo deel te kunnen nemen aan die projecten. Nou, daarom dus vandaag hier in Den Haag. Om te zeggen, luister Den Haag, wij helpen jullie bij het behalen van het klimaatakkoord in Parijs. In 2050 willen we wel wat voor terug. We willen er geld voor terug, financiële middelen. Maar we willen ook hulp op het gebied van wet en regelgeving. We lieten al even zien in de instart net in de video hoe een pijpleiding naar zee gaat. Ja, dat leg je niet zomaar aan. Daar heb je zeker hier Den Haag bij nodig. Ja, dus heel veel regelgeving moet aangepast worden. Maar nog even terugkomen op dat geld. Heel veel geld, 700 miljoen. Waarom kost het eigenlijk zoveel geld? Nou, omdat gas en olie vandaag de dag gewoon simpelweg te goedkoop zijn. Deze nieuwe vormen van energie vragen om een enorme investering. Daar komt bij dat het nog niet rendabel is. Toch denken experts en ook die bedrijven dat het op termijn wel rendabel gaat worden. Dat denken politici hier in Den Haag ook en die zijn best wel enthousiast. Het is de beste kans van overleven. Er zijn heel veel grondstoffen. Wat de een als afvalstof ziet, kan de ander gebruiken als grondstof. Dat is toch de toekomst van de economie van Nederland. Het voorkomen van CO2-uitstoot, de koolstofdioxide, is een belangrijke stap juist voor het klimaatakkoord. Nou wordt het hier niet zomaar gepresenteerd vandaag en overhandigd, want ze willen natuurlijk van Den Haag A geld zien. Die 700 miljoen euro die ze nu schatten, dat is nog maar een schatting. Er kan nog wellicht wel wat bij komen. Tegelijkertijd zeggen ze ook van ja, we willen ook dat Den Haag gaat helpen op het gebied van wet en regelgeving. Ja, wet en regelgeving sowieso primair. We moeten het mensen makkelijker maken, juist om te voldoen aan die klimaateisen. Juist om bedrijven te helpen om dit soort initiatieven makkelijker in de markt te zetten, zou ik maar zeggen. En dat is het allerbelangrijkste wat je kan doen deze tijd. Is met een goed plan komen, goede onderbouwing, ook bereid zijn om zelf wat geld in te leggen. Dan kan er heel veel in Den Haag. Initiatieven vanuit de samenleving zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Omdat die ook ons ook verder helpen. Omdat wij het soms ook daarvan moeten hebben. En dan is dit natuurlijk gewoon een geweldig voorbeeld. En afhankelijk ook van de partij zullen wij kijken hoe de inbreng verloopt. En op basis daarvan zullen wij ook de minister vragen om wellicht met een aantal moties hier iets verder mee te doen. Allemaal positieve geluiden als ik dat zo hoor, Heiko. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, het samenwerkingsverband Smart Delta Resources die gaan nu projectgroepen opzetten. Die gaan die 8 projecten allemaal bij langspuntjes op de i zetten. Wat gaat het nou precies kosten? Welke investeringen vraagt het nu precies? En dan hopen ze dat ze over 5 jaar de eerste stappen kunnen te hebben gezet. Maar daar hebben ze wel, dat is zeker, de hulp van Den Haag bij nodig. Zowel op financieel gebied als op het gebied van die wet en regelgeving. Economieverslaggever Heiko Strietman vanuit Den Haag, dankjewel.